Ik haat de bibliotheek. Waarom? Omdat je dan daar doorheen moet lopen, dan komt er altijd de jumpscare op je af. En dat was ook hetzelfde bij de vorige map onder de grond. Yo, what's up iedereen? Bij mijn vorige video had ik alvast dat sommige knop gevonden net in een rottenhof. Ik wil dat nooit meer in. Nu moet ik dat in een andere rotknop vinden. Ik hoop dat ik hem kan vinden vandaag met jullie. Ah, jeetje. Waar? Ik kan echt niet snappen waar de andere knop zit. Ik bedoel, dit is maar een poppenfabriek. Ik zou echt niet weten waar de andere zit. Dus kijk of ik hier misschien niet iets wat heb overgeslagen heb. Ja, ik heb wel lelijke poppen overgeslagen. Eens kijken. Reststorms. Ik kan nog geen Engels, dus ik weet niet wat het is. Eens kijken. Oh, wat creepy muziek en... Atse spiegel, nee. Spiegelbreken brengt 7 jaar ongeluk. Dus daar wil ik sowieso niet naar kijken. Maar toch moet ik het kijken om te zien of ik een knop vind. Oh, ik zie mezelf gelukkig niet. En straks komt er een of andere horengast er eens achter me staan. Oké, ik ga even een vraag stellen aan de spiegel. Net zoals bij Apple Siri app. Spiegeltje, spiegeltje aan het wand. Wie is het lelijkste van het land? Je moeder, die geile slet. Had ik ook wel verwacht. Oké, eens even kijken of wat we hier nog meer hebben. Hier hebben we vreselijke toiletten die stinken. Ze trekken ook nooit door. En hier zit beneden wat... Oh shit. Er zit een pop in, Er zit een hele lelijke pop in. Die sowieso als de jumpscare uit komt komen. Hier is niks. Dan moet toch hier... Oh, gadver. Ik dacht dat het een face was. Maar volgens mij zit hier geen knop in. Maar waar moet dat een of andere rotknop zitten? Ik bedoel... Ik heb echt overal gezocht. Hier zit geen knop en... Hier zitten heel veel poppen opgeslagen. Ik vraag me af hoeveel poppen er in deze fabriek zitten. It's over 9000! En hierin wil ik ook niet naartoe kijken, want daar komt waarschijnlijk weer zo'n een griezelige gast eraan. Eens kijken. Oh wacht, misschien zitten ze ook hier wel. Misschien dat ik zo snel ben gegaan dat ik het ten open geslagen heb. Het zou kunnen. Maar ik krijg alleen maar laptops te zien. Waarin geen werk wordt uitgevoerd. Luie mensen. Nope. Ik vind echt die deuren kapot griezelig, zeg. Ze moeten echt een ander geluid ervoor inzetten. Ik bedoel, ik ga ook niet de deur keihard dicht slaan voor mijn baas. Dat zou ik nooit doen tegen mijn baas, gewoon. Waarom druk ik op die oven? Ik hoef geen oven. Oh, wacht, ik heb waarschijnlijk een paar deurtjes hier overgeslagen. Ik heb deze overgeslagen. Nope, hier zit ook niks in. Alleen een kist met dat erin. Hierin zit alleen maar een boek en... Ach, daar zit de knop. Jeetje. Heb ik gewoon letterlijk die knop overgeslagen? Heb ik letterlijk dat ene knop overgeslagen? Ongelooflijk. Oké, druk het ermee. Maar wat gebeurt er nu? Er moet iets gebeuren. Er gebeurt helemaal... What the fuck? What the fuck? Bobby, the door can now be opened. Ah, dat was echt een erge jumpscare, zeg. Oh, ik schrok me echt dood. Nou, hopelijk kom ik niet meer tegen. De door zegt dat het open is, maar het is nog steeds gesloten. Het is nog steeds gesloten. Oh wacht, deze deuren zijn open. Wauw. Oh, rotdeur. Ik haat echt altijd deuren in de horrormappen. Die gaan altijd te vroeg dicht. Oh, een hele lange pad met de donkerheid. Ja, fijn hoor. Moeten we weer in de donkerheid. De dark side in. Hier zit niks in. Hier zit ook niks in. Kom op. Ik wil niet bang worden. Oké, we kunnen wel iets sneller doen. Daar gebeurt niks. Ik heb nog geen ene lelijke face gezien. Maar er komt waarschijnlijk ineens een of andere pop naar me voren toe. Gewoon uit het niets, gewoon de ramen open. Wat? Oké. No. No. Ja! Kom op. Niet nog een keer. Doorrennen. Just do it. Do it. Dat is voorbij. Oh, daar. Altijd raar dit. Wow, er is een of andere poppenvergadering hier. Oh. Ja, we bespreken waarschijnlijk waarom het zo slecht gaat met deze fabriek hier. Oh. We verkopen bijna geen pop meer. Hoe kan het nou? Nou, weet je, laten we even praten over jullie gezichten. Jullie hebben plastische chirurg nodig. Wat de? Dolls must have a mind of their own. I wonder if they want to hurt me. Ze gaan waarschijnlijk mij niet pijn doen omdat ik zo schattig ben. Toch? Maar goed, laten we even praten over mijn YouTube-kanaal. Mijn YouTube-kanaal is kapot gestegen. Ik heb 151 subs. Daar ben ik hartstikke blij mee. En gaan jullie maar even verder praten waarom jullie niet zoveel succes maken? Ik ga door even deze mysterie ontrafelen. Oh, die klok is wel geinig gemaakt. Ik houd het blokje eraan. En het is ook 7 uur. 7 a.m. Dit is Shimptrunk 3. Ik weet niet wat Shimptrunk betekent, maar er zit heel veel pop in. Ik heb volgens mij slowness. Dat kan ik dus niet openen. Kak.
Eens kijken, je zit hier. Godverdamme. Ach, zit er een knop in? Oh, moet ik er drukken, dan komt een jumpscare af. Oké, kom op Johan, je kan het. 3, 2, 1, jump! Hm? Waar ben ik? Oh no, why am I back here? Ik hoor de vleermuizen. Het is Batman. I'm Batman. Oké, Dr. Holy's Breed Laboratory. En ik kan ook niet meer teruggaan. En zijn alle poppen nou verdwenen? Volgens mij zijn alle poppen hier ook verdwenen. Ja, alle poppen zijn verdwenen. Oké, fuck. Ze zitten waarschijnlijk nu achter me aan. En ik kan niet echt snel lopen. Ik ben heel traag. Oh, wat is dat? Jack is in the box. Of mijn kat is in de box. Dat kan ook. Maar ik ga dat box echt niet open doen. Wat de... Nee, niet dat muziekje meer. Kom op, ik heb net de vorige map heb ik gewoon dat muziekje lopen horen. Dat was echt zo eng. Waarschijnlijk komt de springtrap eruit of zo. Omdat het klinkt gewoon springtrap. Blijf er nou in, kom op. Is dit het? Is dit het? Een of andere lelijke pees met iemand die verloren tanden heeft. Oké, beter dan een jumpscare die eruit komt. Oké, ik had echt verwacht dat dit erger ging worden. Fijn, moeten we nu weer verder gaan? Eens kijken. Ik haat de bibliotheek. Waarom? Omdat je dan daar doorheen moet lopen, dan komt er altijd de jumpscare op je af. En dat was ook hetzelfde bij de vorige map onder de grond. Ik haat bibliotheken echt zo erg. Oké, we gaan waarschijnlijk weer een van de knop moeten zoeken. Eens kijken. Oké, doe het, Johan, doe het. Kom op. Wat? Wat is het? What the fuck? Wow, dat was echt uit diets gewoon. Dit zag ik echt niet aankomen. Ik gooide zo wat mijn muis ook letterlijk naar achteren gewoon. Dit zal waarschijnlijk nog een keer overkomen. Oké, kom op, Johan. Zijn het kaarsjes of zo? Het geeft wel licht of zo. Daar zit een of andere... daar zit een of andere lantaarn in. Misschien zit er wel licht in. Misschien kan ik het gebruiken als licht... Sorry, ik wil niet oppakken. Ik kan dit ook niet terugplaatsen. Nou, dan neem ik het gewoon wel even gezellig mee. Heb ik tenminste wat gezelligheid in mijn hand. Er zit een of andere muziekbox of zo. Nou, die ga ik sowieso niet meenemen. Als springtrap erin zit, dan gaat hij me sowieso vermoorden. De killer van alle tijden. Maar echt, ik heb een hekel als mensen in de bibliotheek hoor je zeggen. Er zit een of andere lange pad. Ja hoor, rood. Dat is waarschijnlijk heel slecht. Er gebeuren altijd slechte dingen bij rood. Oké. Laten we springen voor de gezelligheid. La 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 la. Call the elevator. Oké, laten we de lift bellen. Misschien dat eventjes voor wat goedzijds bezorgd of nee. Laten we raden mensen. Daar komt waarschijnlijk een of andere pop tevoorschijn daarvoor met staan. Ik weet dat er gewoon pop daarvoor komt. Oké, maar ik moet hem roepen. Ik hoor voetstappen. Huh? Nee, er zit een pop. Ga snel openen, die pop komt me, gaat de graas nemen. Wat, ga weg. Oh, hij is er. Wauw. Oh, jongen. Wauw, verschrikkelijk dit. Ik hoor geluiden boven of zo. Misschien zit daar de T-1000 in of zo. Wat kunnen we kiezen? Up of down? Weet je wat? Dit is wel een goed moment om de video af te sluiten. Ik laat aan jullie bepalen wat ik moet kiezen. Of ik moet up, down of down. Laat het in de comments weten. En sowieso laat even een like achter deze video. En abonneer als je meer van Horrormappen wilt zien. En dan ben ik sowieso wil ik jullie bedanken voor de 151 subs die ik heb gehad. Ik had niet echt verwacht dat we zo snel subs gingen halen. In ieder geval, ik zie jullie later mensen. Kaboom!